Yo guys, welkom in een video. Mijn naam is Sven, a.k.a. Quickskip. Vandaag in deze video wordt het een heftige video. Eergisternacht is mijn oma overleden. 4 uur 's nachts. Ik dacht dat het dus is gebeurd, zijn we nog niet geweest. Ik heb haar dood gezien. Ik heb 1 video en een foto, maar ik mag dat niet online zetten. Ik vind het ook heftig. En er is ook nog wat heftigs, maar ook grappigs gebeurd. Namelijk Clarence. Ik ging naar hem toe. Ik vroeg of hij wou komen. Nee, hij zei nee, ik heb geen zin. Nou ja, ik hield dus even mijn voet tussen de deur. Ik ging aan hem vragen van waarom niet. Nou, hij ging uiteindelijk zeggen van hou je voet weg. Ik wou niet doen. Daarna ging die familie halen, ging die moeder zeggen zwem wegwezen. Nou. En daarna bleef ik daar een beetje, ging met kolenvers gooien. Toen is het raam op, weet je wat ze tegen mij zei? Echt. Eerst mijn oma overleden en dan zegt ze dit tegen mij. Tyfusjong. Trouwens, voor de mensen die niet weten, mijn oma is niet doodgegaan aan tyfus. Maar die moeder van Clarence zegt dus wat tegen mij. Tyfusjong. Tief op, wegwezen jij, kutjong, tyfusjong, op tyfe, wegwezen, tyfusjong de hele tijd. Ze zegt, ik ga de politie bellen, hè? En dan blijf ik daar een beetje staan. Ging die video maken en zo, ja. Nu ga ik een ander maken. Nu heb ik dus een idee. Mijn broer heeft een gave aansteker die makkelijk aan is te doen. Ook die gebruik ik voor vuurwerk, maar kijk. Dat lopen. Fucking easy. Dus ik ga iets doen, maar ze mogen me absoluut niet zien. Ik heb namelijk vuurwerk. Ik ga zo'n licht ding, ik ga het natuurlijk niet in de brievenbus doen of voor een deur. Ik ga iets verderop doen. Waar ik eerst stond toen ze me gingen uitschelden. Ik ga neerleggen, ik ga aansteken, ik ga snel weggaan. Anders gaan ze echt politie bellen. En naar me toe sturen, ja. Ik heb gaaf vuurwerk, ik heb rotjes, dat licht, spul en knetterkegels. Oh ja, natuurlijk lont. Maar ja mensen, dus mijn oma is dood. Het zijn gruwelijke beelden, dus ik ga het niet echt laten zien. Maar ja, het is mooi dat het zo... Ze heeft nu rust. Het is toch wel mooi. Ze hoeft niet meer te strijden nu. Maar ze ziet in ieder geval een stuk beter uit. Want voordat iemand verstijft, als iemand dood is, kunnen ze je mond goed doen. Je armen. Dus ze zag er echt jong uit. En wel mooi. Het was wel emotioneel. We gaan dus nu naar Clarence. Dat wordt gaaf. Oh ja, ik heb dikke bak gekocht in GTA. Maar dat komt later. Ik ga nu naar Clarence. Ik ga het aandoen. En dit wordt gaaf. Later.